De donkere kamer van Damocles. Het verhaal draait om een man genaamd Henry Osswoud. Hij verlaat zijn geboortedorp om bij zijn oom en tante te gaan wonen omdat zijn moeder zijn vader heeft vermoord. Hij groeit op in Amsterdam en heeft een relatie met zijn nicht. Als hij 18 wordt, trouwt hij met zijn nicht en dan opent hij de sigarenzaak van zijn vader. De oorlog begint, maar Osswoud wordt afgekeurd en hoeft dus niet het leger in. Op een avond stopt er een auto met militairen bij zijn winkel. Een luitenant stapt uit. Zijn naam is Dorbeck en hij lijkt sprekend op Osswoud, alleen dan met zwart haar en een baard. Vanaf hun ontmoeting geeft Dorbeck Osswoud allerlei opdrachten die hij moet uitvoeren voor het verzet, zoals een overval plegen en Duitsers vermoorden. Nadat hij een aantal jaren actief is in het verzet, wordt hij opgepakt. Maar als hij een Duitse officier belooft te helpen, wordt hij vrijgelaten. Dorbeck en Osswoud vergiftigen de officier en Osswoud vertrekt naar het bevrijde zuiden. Eenmaal aangekomen wordt hij echter opgepakt, omdat ze denken dat hij een landverrader is. Henry probeert meerdere malen zijn onschuld te bewijzen, maar dit zonder succes, omdat Dorbeck spoorloos verdwenen is. Uit paniek ontsnapt Henry van de gevangenis en wordt neergeschoten.